Wat doe jij? Ik heb een cheatcode ontdekt. Als ik eerst dit doe en dan zo, dan... Oh, dit is een intro! Ja, Ricardo, dit is allemaal ouder dan jou. Echt? Ja, echt waar. Deze collectie die kwam vandaag binnen, één dag voor Koningsdag. Maar voor mij voelt het vandaag wel als Koningsdag. Is het een toffe vondst? Ja, helemaal. We gaan het even dichterbij bekijken. Nou, daar gaan we dan, Ricardo. Wat hebben we daar? We hebben hier Shadowrun. Dat is wel de Duitse versie. Dit was toch... Dit is een beetje een cyberpunk-achtige game, ja. Dit met is, Bart Smit sticker. Met Bart Smit sticker. Dat is wel heel cool. Je weet zelf. En Mortal Kombat. Mortal Kombat. Deze huurde ik vroeger altijd. Aus Deutschland. Aus unseren TV-werboom. Ja, wat betekent dat? Es seen on TV. Ja, uit de reclame. Ja, dacht ik. Kijk, Beauty and the Beast. Dit was wel een zeldzame, toch? Ja, maar hij is niet perfect. Hij is niet perfect. Ik heb hier allemaal alweer boxprotectors om gedaan. Verkrijgbaar bij Prestart Games. Maar, wat een reclame. Ja. Wat is dit, race-spel? Ja. F1 pole positie 2. Ja, wat is dat, pole positie? Dan mag je vooraan beginnen, toch? Nee, dan zit je bovenop de paal. Oh. Super Metroid. Dat lijkt me niet fijn. Nee, dat is niet... Super Metroid. Ja, ook wel bekend natuurlijk. Wel een bekende Nintendo Classic. Ja, dat is super cool. De volgende is dan helemaal, zeg mij niks. Nee, nou, iemand Bubsy. De meeste mensen hebben echt een hekel aan deze game. Die vinden dat echt heel slecht. Ik heb deze zelf vroeger echt helemaal uitgespeeld op de Atari Jaguar. Hey, doe het voorkant. Ik denk dat ik Bubsy. Ho, ho. Dat is wel een leuke grap, Ricardo. Ja. Het is een beetje een slechte game, maar ik vind Bubsy wel leuk. Dat is echt heel leuk. Even twee lossen. Hij lacht nog steeds om zijn eigen grap. Donkey Kong Country, dat is natuurlijk een klassieker. En Aladdin, die had bijna iedereen op zijn Super Nintendo. Ik niet. Jij niet? Ik had geen Super Nintendo. Nee, maar dat hadden we al gezegd. Die is ouder dan jou. Terminator 2, de arcade game. Kijk, die kon je spelen met die scope die je in de intro zag. Oeh, kon je ook de cheatcode bij gebruiken? Ja, dan kon je gewoon Arnold Schwarzenegger opblazen. Dat is wel cool. Volgens mij zijn er iets van 5 games of zo voor die scope ooit gemaakt. Een beetje gefaald... Ja, weet ik niet. Ik heb het zelf nooit echt leuk gevonden. Hoek. Hoek. Hoek is geweldig. Deze film is ook speel echt speel je dan geweldig. Als Peter Pan? Ja. Ja. Tof. Ja. Waarom heet het spel dan Hoek en niet Peter Pan? Sonic heet ook niet Dr. Eggman. Dat is waar. Ja. Hey Kevin. Kevin! Kevin! Home Alone 2. Moet je dan ook gewoon allemaal traps ja. Ik herinner mij dit alleen maar als een hele boute game. Ik wil net zeggen. Ik weet dat dit namelijk geen zeldzame of dure game is volgens mij. Nou, volgens mij was die besturing heel erg clunky en lastig. En was het heel erg gevoelig als je over dingen heen wou springen. En... Is het Frans? Dit is de VAR-versie, dus dat is Frans-Nederlands. Oh, ja. Ja. Dan hebben wij Tiny Toons. We waren een beetje de kinderen van de Looney Toons achtergevallen, toch? Ja, dit was vroeger altijd op Teletiens. Dat keek ik altijd, dat weet ik nog. Maar toen bestond jij nog niet. Nee. Super Offroad. Dat is nog beter dan gewoon Offroad. Dat ja. Is Super Offroad. Ja, deze we rijden nog meer naast. Ik vind dit heel leuk. Dit heeft een beetje tin controls. Dat je gewoon naar links en naar rechts. En dan stuurt je autootje. En ja, heel simpel, maar wel leuk. Wel leuk, wel leuk. Taz. Tasmanian Devil. Ja, dat is hoe klinkt die? Oh ja. Dat was vroeger ook op Teletiens. Ja, nee. Arnico van Santen. Cartoon Network was toch... ja, dat is na mijn tijd. Ik kijk altijd naar Arnico. Ja. Nou doet ze opsporing. Dat is eigenlijk al kleuren tv. Ja, ja ik kijk ook altijd naar Tom en Jerry. Echt? Ja. Is een Amerikaanse titel. Hoe kun je dat zien? Ja, dat weet ik. Nou, ten eerste aan de ovale zegel. Ja, ik wist dat natuurlijk wel, maar leerde kijken is ook eens wat. Oh ja, leerde kijken. Nou ja, dit. Deze nou, dat is ook niet waar, want sommige PAL games hebben dit ook. Maar de ovale zegel. Dit is een Amerikaanse game, geloof me maar. Oké. Okay. Wat niet Amerikaans is, want dat kennen ze niet in Amerika, dat is Lucky Luke. Lucky Luke. Wat zijn paard? Dit hebben we vorige keer ook gedaan in de video. Ja, nee. Dat weet jij nog wel. Ja, niet Rattaplan. Jolly nee. Jumper. Jolly Jumper. Jolly Jumper. Ik dacht Amerika, maar. Nee, dat is van Sinterklaas. Maar dit is echt een Frans-Nederlandse stripfiguur. Dus in Amerika heb je dat niet. Wij hebben een Japanse klant, die koopt heel vaak onze Lucky Luke en kuifjes en... Die liggen allemaal in Japan. Nee. Dat is ook een Amerikaanse game. Ook weer voor de scope. Dan kon je gewoon knallen. Do you have what it takes to fight your way to the final battle clash? Wat doe je? Doe goed je? In scope. Goed in scope. Even reclame maken voor deze computer supply zaak. Waarom mensen die computer zaak in Rotterdam. Ik heb je battle clash. Sorry. Ik weet niet of ze nog bestaan, joh.
Mickey Mania, dit was wel een van de leukere platformers op de Super Nintendo. Kon je ook met die scope spelen? Ja, daar was hier ook net een klant, die begon daar ook... Nee, niet met je scope, maar die begon hier ook gelijk over. Want je begint dan in zwart, zwart-wit, dan ben je Steamboat Willy. En zo reis je een beetje door alle Mickey-filmpjes heen die je kent, zeg maar. Ja, dat is wel tof. Ja, Fantasia, levels, al dat soort dingen. Superleuk. Ook zelf van Mickey? Dit is Total Carnage. Dat is toevallig de opvolger van Super Smash TV. Super Smash TV. Ja, dat zijn, hoe noem je dat? Ja, run and gun games, zeg maar. Als jij helemaal om je heen kan schieten. Beat 'em up, shoot 'em up. Ja, ik vind het heel vet. Dat is echt een oud genre, maar ik vind het cool. Maar de meer bekendere is Super Smash TV. Daar hadden we laatst ook een gimmickje van in ons video. Yeah. Donkey Kong Country 2. Diddy's Kong Quest. Hier had jij iets over, toch? Ja, die achteraf ook wel grappig. Waarom ook alweer? Ja, weet niet. Dat ik moet even zoeken. Oké, kid, wipe that drool off your chin and listen up if you really want to learn something about this game. And the study, sure, it got newfangled computer graphics and what Diddy's calls stereo sound. Ja, heel grappig. Ja, die taal was vroeger heel erg radical. Ja. Dat had je ook in de Turtles en zo. Ik had vroeger altijd het gevoel bij games dat van die manuals, van die boxen, een beetje fourth wall breaking waren. Dat zo'n manual dan tegen jou sprak, zeg maar. Nou dat ja, heb ik tegenwoordig niet echt meer. Nee, je hebt tegenwoordig ook geen manuals meer. Maar wij vonden het als kind superleuk om dingen te lezen in die manuals. Dan leerde je wat van de lore en zo. Ik kon echt dingen uit leren. Just Dread. Dit lijkt mij een spel wat echt dan in een dumpbak zou liggen. Als in, echt? Ja, want dit Waarom? Ziet er niet cool uit. Hoezo? Judge Dredd is echt cool. Kijk, de Sylvester Stallone. Hier, een Deadpool. Maar, nee. Maar, ja, ik kan je echt niks vertellen over deze game. Het is gebaseerd op een film. Judge Dredd is een film, maar ook een superheld. Dat is een stripfiguur. Oh. Net als Batman. Wie? Superman. Wie? Wolverine. Wie? Deadpool. Wie? Magisch Zwaard. Oh, die ken ik. Van de Bart Smit. Veel plezier. Dit is een beetje à la Ghouls and Ghosts. Ja, wel van de Duitse Bart Smit, zie je dat? Ja, dit is ook echt zo'n... Hoe kan het dat er een sticker op Bart Smit zit op deze Duitse game? Nou, het kan best zijn dat deze game überhaupt nooit far is verschenen. Dat staat dan weer voor... Dan heeft zo'n game een oranje flapje. En dan heb je een game die in Nederland, België of Frankrijk is in de winkel heeft gelegen, zeg maar. Dat is die uitgave. Maar sommige games hadden zo'n uitgave niet. Het kan best zijn dat deze game vroeger alleen in Duitsland, Oostenrijk is uitgebracht. En dat... Maar dan lag je dus gewoon Duits bij de Instores. Ja, dan hebben ze die geïmporteerd, omdat het schijnbaar een goede game was. Maar soms raakten games ook op. En dan zie je soms Amerikaanse games die verkocht werden in onze winkels hier. Omdat ze erop waren. Nou, dit behoeft geen uitleg. Nu bij Dixons. Ja, nu bij Dixons. 49,50. Staat dat nog? 49,90. Ja, sorry. Ik hoorde het mezelf zeggen. Ik moest even terug. Maar dan wat? Euro of effen? Effen. Florijn, hè? Ja. Die kun je alleen nog vinden op de bodem van de oceaan. Ja, net zoals hier. 29,50. Florijn. Ja, florijnen. Hij is wel gebruikt. Blij dat ze er nog even een dikke sticker op plakken die er misschien nooit van je leven meer afkrijgt. Ja, dan weet je dat hij echt goed gebruikt is. Super R-type. Kijk, ik kan hieraan zien. Dit is een fa-versie. Van Milan ook een R-type. Milan is wel een R-type, ja. Dit is echt een hele moeilijke shooter. Dat is echt super cool. Dit vind ik nog steeds leuk om te spelen. Dit kan je echt een kwartier spelen, want meestal ben je dan toch dood. Maar hier word je steeds beter in naarmate je meer speelt. Dit trekt jou niet, hè? Nee. Maar ik vind, dit is echt een leuk genre. We hebben Amerikaanse games, dus we hebben ook converters daarvoor. Zaten er ook bij. Jij blijft van deze, ging jij houden? Ja, dit is mijn favoriete Super Nintendo game. En ik, gek genoeg heb ik alleen een losse kaart. Batman Returns, die film speelt zich af tijdens kerst. Dat zit ook echt in de game. Dus meestal in december ga ik deze game één keer spelen. En dan heb ik één keer per jaar mijn SNES aangeraakt. Maar dit is een beat-em-up en hij is echt heel erg cool. Hij is echt leuk. Dan hebben we hier Super Adventure Island. Ja, Super Adventure Island. Van de Hudson. Maar dit geeft toch heel erg, ga eens naar die voorkant. Dit geeft toch heel erg Mario vibes. Want ik zie hier een soort Mario, een soort Peach. Schil, poppie, ja. Goomba. Nou ja, maar dat scoorde goed. Dus dat wou je ook namaken. Het is een beetje Magic Boy. Wonder Boy. Volgens mij is het ook Wonder Boy. Master Higgins. Geen idee. Wat hebben we nog meer? Battletoads. In Battle Maniacs. Ja. Ook heel cool. Battletoads. Dit komt binnenkort als remake, geloof ik. Dat komt weer terug. Hier had jij het net over. Ja, super cool. Dit vond jij rete moeilijk, hè? Ik vond het echt rete moeilijk. Maar we waren op zo'n beurs en toen kon je het spelen op zo'n
arcade-machine. En dan speel je dat en dan 5 minuten, echt, nou niet eens een minuut, dan staat er een kistje. Dus je denkt, oh fuck yes, loot. Dus je maakt die kist open, valt die kistje aan, ben je gelijk al je armor kwijt. Nou, ben je gewoon dood. Ja. Ja, maar games waren vroeger vet onvergeeflijk. True story, dit is een leuk feitje. Ik zat vroeger op schaken toen ik echt 10, 11 was. En elke keer als ik dan een schaken ging, stond er in de kantine stond een arcadekast van Super Ghouls and Ghosts. Eigenlijk ging ik alleen naar schaken om een spel te spelen. Dat is een feitje. Het is ook een eigen jingle. Mario Kart, dat hoeft ook geen uitleg. Dat met Engelse handleiding. Ja, voor iedereen die geen Engels kan. Nee. Of die weet hoe je vecht met een kartgame. Ja. De Leeuwenkoning. Dit was zo'n hel spel, hè. Deze was moeilijk. Ja, die games waren vroeger echt vet moeilijk. Jij speelde ook Smurven, zei je? Ja, nou ja, we hadden vroeger Sega en dan had ik dan dit spel in de Smurven. Dus je snapt al, ik kwam ongeveer naar level 1. Ja, maar deze level 1 ging nog wel. Alleen had je level 2, dan moest je oversteken en dan was je gelijk dood. En maar in die Smurven game had je volgens mij, dan kwam je langs het eerste huisje en dan lag daar een plas water. En als je daar niet goed overheen sprong, dan was je gewoon dood. Ja, plas water. Ja, nou, je kwam dus langs een stukje water zo. Ja. En dat was echt net als dat pixel perfect die sprong moest zijn. Ik kan dat nog voor me zien ook. Dat is ook gewoon niet leuk. Nee. De Crash Test Dummies. Dit keek ik vroeger volgens mij ook op Tele 10 van Annico van Santen. Oké, daar zoon ik even uit en ik hoorde echt geen enkel woord wat ik ervan snapte. Annico. Wie is dat? Annico van Santen. Foto nu in beeld. Ja, van opsporing verzocht. Vroeger deze Tele 10. Dit is een superleuk spel. Dit is ook een van de games die ik vroeger altijd huurde. Ja, omdat hoofdjes en armpjes eraf vielen. Ja, dat vond ik mooi. Wat ik ook altijd huurde was Boogerman. Die had dus scheten, die moest met snot gooien en zo. Die liet boeren. Dat vond ik geweldig. Je vroeger therapie gehad? Ook. Spider-Man X-Man van Bart Smit. Dit is nog een oudere Bart Smit sticker, of niet? Ja. Dit is cool. Robocop 3. Dit is geweldig. Dit is Robocop. Ja. Robocop is super cool. Ook een platformer? Ja. Shooter-platformer? Ja. Platformen. Dit zal toch ook een platform zijn? Ja, zeker. Ja, dit is Indiana ook cool. Jones. Indiana Jones. Greatest Adventures. Dit was best wel cool. Zie hoe dat eruit ziet. Dat is best gaaf. Ja, dat is best. Maar zijn dit meerdere. Er zijn 3 games op 1 game pack. Dat heet helemaal geen carrière. Als ik één van al deze spellen moest spelen, was dat deze geweest. Ja, omdat jij dingen hebt gespeeld die. Ik heb de Secret of Mana Bears gespeeld en ik heb de achterkant, dat lijkt hij best wel op. Ik hou van de RPG's. Is dat geen remake? Deze is ook op de Switch. Ja, nee, ik heb niet die remake van de Switch. Er zijn heel veel mensen van mijn leeftijd en ouder die willen een Super Nintendo terug op dit spel te spelen, omdat ze daar vet emo van worden, want dit is gewoon een super cool spel. Ja. Komt binnenkort ook een nieuw deel van uit, hè? Ja. Voor New Gen. Ah, kijk eens. Super Star Wars The Empire Strikes Eigenlijk Back. Eigenlijk is het Super Star The Empire Strikes Back Wars. Ja, van JVC. Ja. En Bart Smit. JVC is toch ook een. Dat is toch videobanden? Nee. Dit zijn echt hele brute, moeilijke games. Heel onvergeeflijk. Ja, die zijn. Je komt ook echt op plekken die je niet in een film ziet. Ze zijn wel echt heel interessant om te spelen als je Star Wars fan bent. Maar ze zijn wel echt moeilijk. Heel onvergeeflijk. Zijn we ook nog de gewone Super Star Wars? Ja, deze volgorde klopt niet. Maar Super Star Wars. Ik heb thuis een arcadekast staan en daar staan deze ook op. Er is ook nog een derde? Ja, er is ook nog een derde. Maar die games zijn echt super moeilijk. En dan deze, die bleek best wel zeldzaam te zijn. Ja, een zeldzame game, The Mask. En de poster zit erbij in. En de poster zit erbij in en de registratiekaart zit erbij in. Jim Carrey, The Mask. Heb je die film ooit gezien? Nee. Niet? Nee. Oh. Ik weet wel dat die goed is, maar je moet maar niet vragen of ik films heb gezien. Oh, dat weet ik. Los. Time Warp van Ren en Stimpy. Dit was vroeger, dat geloof je niet, dit was op Teletiens. Nico van Santen, Ren en Stimpy. Oké, dat is van Nickelodeon toch? Nee, dat is. Er staat hier toch Nickelodeon? Ja, maar dat was vroeger, bestond dat helemaal niet. Dan waarom staat het erop dan? Omdat je dat in Nederland keek, dat bij Telekids en Teletiens. Okay. Daar zag je die tekenfilms. Ik wist helemaal niet wat Nickelodeon was, tenminste kan me niet herinneren. Nickelodeon, dat is toch met die voetvetters gast? Ik knip jij eruit. Echt niet. Ren en Stimpy. Cool, hè? Ook platform. Deze game zie je niet vaak. Dat zijn er weer actueel. Ja. Adventures of Mighty Max. Mighty Max, dit was ook een of andere gekke tekenfilm. Ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit heb gezien. Als tekenfilm zijnde. Waarom is alles een platform? Ja, bijna alles was platform vroeger. Ja, je kon nog niks anders. Nee.
Nou, dit zou vast geen platform zijn. Goof Troop. Nee, dat is geen platform. Dit is een beetje een puzzelgame van bovenaf. Goof Troop. Dit heb ik ook echt gespeeld. Ja? We hadden ooit op het Button Bashes Forum, shoutout, deed ik altijd de Retro Challenge. Dan moest je elke maand een andere game spelen. En deze heeft daar toen ook een keer in gezeten. En dan moest je highscores halen en dan kon je wat winnen. Leuk verhaal, leuke anekdote hier. Ja, dankjewel. Ja, Strike Gunner. STG. Ik zei bijna STD. Oh. Oké. Okay. Hoe spel is dat dan? Strike Gunner. Nou, dat wil je niet spelen. Oh. Strike Gunner. Shooter. Dat was leuk. Ik ken hem niet. Ik hou wel meer van Amerikaanse games persoonlijk. Tof. Ik vind die doosjes cleaner. Kijk, Gradius 3. Gradius is ook een hele bekende serie. Hebben wij Gradius niet bij jou op het apparaat van jou gespeeld? Wat in Amerika Gradius is, dat noemen wij hier Nemesis. Waarom? Ik heb geen. Nou, dat weet ik misschien wel. Volgens mij heeft dat ermee te maken dat Konami. Vroeger op de Nintendo, op de oude Nintendo, mocht je als game studio maar 5 titels per jaar uitbrengen of zo. Ja. En, want anders waren ze bang dat je barre games ging bouwen. En toen heeft Konami, die is een ander bedrijf begonnen. Dat heette Ultra. En onder die vlag brachten ze dan ook games uit. En weet ik veel, misschien heeft dat ermee te maken. Wat zit je mij allemaal aan te wijzen? Wat wil jij heel graag aan de kijker laten zien? Dit is al super mooi met echt alle stereotype karakters. Ja. De stereotype Japaner, ik vind het prachtig. Allemaal stereotypes. Ik hou hem even in beeld. Dan mogen jullie raden waar Ricardo naar wees. Laat het weten in de comments. Ja, maar dat is toch grappig? Dat kan tegenwoordig niet. Nee, dat kan helemaal niet meer. Als je een racing game maakt en je maakt een getint poppetje met zo'n pakje aan of zo'n Aziat met zo'n bandel. Ik vind dat prachtig. Niet. Deze is net galant, zie je dat? Ja. Chuck Rock, Oonga Boonga. Dat is een holbewoner, dat is fucking leuk, wou ik zeggen. Ja. Deze is ook voor de Switch dan, dat is die Big Box. Chuck Rock? Nee, dat is Toki. Oh, ja, lijkt er wel. Lijkt er allemaal holbewoners. Ja, dit is een superleuke game. Kun je dingen rammen met je buik. Heel erg cartoon. Ik hou van de Super Nintendo. Jungle Strike, de sequel to Desert Strike. Ja, en de voorloper van Urban Strike. Echt? Ja. Wat kwam hier nou? Ocean Strike? Nee, maar dat wisten ze toen ook nog niet, hè, dat hier nou nog wat kwam. Ja. Dit is een ik denk dat dit een beetje de opa is van Command & Conquer. Zie je dat? Dat is echt de RTS. Ik zie de RTS vibe. Nou, is dit niet super ideaal op een Super Nintendo, maar... Dat is de beste film van Kevin Costner, daar komt hij, hè. Is dit een film? Waterworld, ja, dat is ook een film. Gaat het over? Over heel veel water in ieder geval. In de wereld. Ja. Dit is echt een van de meest slechte games ooit gemaakt. Er is ook een Gameboy port van. Volgens mij is die besturing zo ruk dat het haast onspeelbaar is. Daardoor zie je deze game ook bijna nooit. Dus hij is dan wel weer zeldzaam, maar niemand speelt het. Wat hebben we nog meer van moois? Game met gekke crossover. Battletoads Double Dragon. Ja, mooie combo. Ik heb... Rammen. Hè? Super Battle Tank. Ja, van Gary Kitchen. Oké. Ken je Gary Kitchen? Nee, ik ken wel Gerrit Keuken. Ja. Nou, die heeft het gemaakt, Gary Kitchen. Is met een tank. Earthworm Jim, die ken ik wel. Earthworm Jim van de... Bart Smit. Hij is nog maagd, zie je dat? Slecht weer. Ja. Earthworm Jim is wel heel populair. Eat Dirt. Earthworm Jim is wel cool. Wat is James Bond Jr.? James Bond Jr., dat is volgens mij is het een neefje van James Bond. En die had ook, ik denk dat ik gek ben, maar dit keek ik dus vroeger bij Nico van Santen bij Teletiens. Wie is die vrouw? Ja, die is dus echt al 8 keer in beeld geweest. Ik ga haar nu googlen. Echt? Ze doet opsporing verzorgd, kijk je dan nooit? Nee. Oh. Maar ik weet hier ook niks van een of andere generieke platform. Zie je wel hoeveel games het vroeger waren van tv-shows en films en dingen. Ja, dat heb je tegenwoordig niet meer. Nee, dat heb je helemaal niet meer. Ik heb tegenwoordig alleen maar live services. Tegenwoordig zie je al die karakters in één game, dat is een Fortnite. Super Castlevania 4 van, jawel, Bart Smit. Er zijn geen games van Intertoys bij, zie je dat wel? Ja, hier hoef je niks over te zeggen, toch? Dit is echt super. Castlevania 4. Wat is dit? Dit vond jij de mooiste hoes. Prachtig. Wat is dit voor hoes? Ik ben het ook met jou eens. Het is weer een Amerikaanse game. De Hyperspeed Shootout in Space. Dat zou je niet zeggen als je dit ziet. Ik heb geen idee wat de context is achter deze keuze. Ik denk dat die man schrok van het schip wat ineens... Dit was een shooter, hè? Laat die achterkant. Dit is een shooter. Die voorkant heeft niks te maken met... Nee. Dit is ook nog een goede shooter. Als ze gewoon een stock image nodig hadden, niet gewoon hebben. Ja, maar het is een geweldige hoes. Geweldige art. Deze game bestaat volgens mij ook pal, maar is echt rete zeldzaam. Dan hebben wij Samurai nog Samurai Showdown.
samurai spel. Dat is een toffe fighter. Dat is Street Fighter Mortal Kombat. Heeft heel veel fans. Het is nooit echt helemaal mijn ding geweest. Maar volgens mij is het ook weer van dezelfde tekenaar als Dragon Ball Z. Het heeft heel erg diezelfde stijl. Ja, ik zie het. In game zie je dat meer. En dan hebben we Mario Paint. Dat is de afsluiter, hè? Oké, helemaal niet in beeld. Nee, we kunnen de camera, we zijn toch klaar. Mario Paint. Daar zit echt een schitterende muismat in. Die gaan we je zo laten zien. Na de after credits en zo. We hebben altijd van die Marvel after credits scènes. Ik heb dat nooit gezien, kijk al onze video's terug. En dan kon je gewoon kleuren met je muis op de Super Nintendo. Ik wil nu gelijk wat kleuren. Ja, echt hè? Ja. Ik ga het laten zien, ja? Ja. Nou, dan deed je dus je cartridge in het systeem. Je had een muis en dan kon je gewoon dingen tekenen. Ja. En dat geluid leidde helemaal niet af. Nee, dat was echt fijn. Wat teken jij? Zal ik iets tekenen? Ja, tekenen en moeten jullie in de comments raden wat ik heb getekend. Ja. Wacht, nee, zo beweeg je muis niet. Laat maar even overnieuw. Ik ga nu iets tekenen. Als jullie het in de comments raden, dan win je Ghouls and Ghosts. Ik ga eens tekenen. Kijk of jullie kunnen raden wat ik teken. Dat was hem. Nou. Doei. Doei.